Ja, hallo. Goedemorgen allemaal. Zoek lekker een plekje. Volgens mij heeft iedereen een plekje gevonden. Ja, goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. En namens Tilburg University heet ik jullie van harte welkom bij de Kinderuniversiteit. Mijn naam is Jamie en ik zal jullie vandaag een beetje opwarmen voor het college van professor Saskia Lafrijse. Even kijken. Als het goed is, hebben jullie allemaal 2 kaarten gekregen. Ja, ja. Kunnen ze allemaal even in de lucht steken? Ja, wauw, heel mooi. Wat goed. Ja, deze kaarten die gaan we zo gebruiken voor een kennisquiz. En bij elke vraag zijn er 2 antwoorden. En daar kan je mee antwoorden met rood of groen. Dat gaan we even testen. Dus kan iedereen zijn rode kaart in de lucht doen? Bijna, ja. En groen? Heel goed. Ik zie wat twijfelgevalletjes. En rood? En groen nog een keer? Ja, volgens mij hebben jullie het door. Dan gaan we beginnen met de allereerste vraag. Hoeveel studenten studeren er aan Tilburg University? Oh. Ik zie de meerderheid gaat voor groen. En zullen we even kijken of dat goed is. Dat is inderdaad goed. Goed gedaan. Van deze 20.284 studenten komen er ook nog eens 4.000 uit het buitenland. Dus we hebben heel veel internationale studenten op deze universiteit. Nou, goed gedaan voor iedereen die groen had. Gaan we door naar de volgende vraag. Studenten met hoeveel verschillende nationaliteiten studeren er aan deze universiteit? Oké, volgens mij zijn deze vragen misschien iets te makkelijk voor jullie, want een groot deel gaat voor 132. En dat is inderdaad het goede antwoord. Yes, en omdat er zoveel verschillende studenten van verschillende afkomsten op deze universiteit studeren, zijn er maar liefst 35 bachelor- en mastersprogramma's die volledig in het Engels worden gegeven. Dus gaan we naar de volgende vraag. Nou, dit schattige eekhoorntje die we hier zien, die komt in Nederland alleen voor in het Warandebos. En dat is het bos hier achter de universiteit. Hoe denken jullie dat deze eekhoorn heet? Is dat de grijsgestreepte grondeekhoorn of de Siberische grondeekhoorn? Gaan we kijken welke goed is. Het is inderdaad goed gedaan. De Siberische grondeekhoorn. Ja. En wat eigenlijk heel grappig is, is waar wij nu staan, was vroeger een dierentuin. En deze eekhoorntjes, die zaten daar allemaal in kooitjes en die zijn toen ontsnapt. En toen zijn zij hier in het bos gaan wonen en die wonen hier al tientallen jaren in het bos. En dat is heel bijzonder, want je kan ze eigenlijk nergens anders vinden in het land. En je kan ze herkennen aan de gezondheid. Je kan de eekhoorns herkennen aan de grijze staart en 5 strepen die lopen over de lengte van de rug. Mochten jullie ooit in de veranda gaan wandelen. En dan de volgende vraag. Niet alleen landen hebben vlaggen, maar ook organisaties zoals universiteiten hebben vlaggen. Wat denken jullie dat de kleuren zijn van Tilburg University? Van de vlag van Tilburg University? Oh, dat was inderdaad, dat heb jij heel goed gezien. Dat kan je hier eigenlijk al zien aan de voorkant. Dat is inderdaad blauw en brons. Goed gezien van jou, heel goed. Oké, dan gaan we door naar de laatste vraag. Het kostuum dat een hoogleraar of professor aan heeft, gezondheid. Hoe noemen wij die? Is dat een mantel of een toga?
En dat is inderdaad een toga. Heel goed gedaan. En elke universiteit in Nederland heeft voor deze toga's een ander ontwerp. Nou, hier zien jullie het ontwerp van de toga's van onze universiteit. En de toga's worden eigenlijk alleen gedragen op hele speciale gelegenheden. Zoals vandaag. En daarom is professor Saskia Lafrijse vandaag ook in haar toga aanwezig om haar college aan jullie te geven over de energietransitie. Welkom allemaal. Wat leuk dat jullie met zoveel kinderen zijn gekomen om naar dit college te luisteren. Ik zal eerst even iets kort over mezelf zeggen. Ik ben professor Saskia Lafrijse en ik geef les in het recht van de energietransitie. Ik ben ook moeder en ik heb 3 kinderen. Madelief, Nout en Hidde. En ik ben getrouwd met Jeroen. Je ziet hier dat we op vakantie zijn in Athene. Daar is een foto gemaakt. En afgelopen jaar waren er veel bosbranden in Athene. Dat heeft er ook mee te maken dat de aarde steeds warmer wordt. Daardoor komen ook steeds meer bosbranden voor. Wij vinden het ook heel leuk om naar de Efteling te gaan. Weten jullie welke attractie dit is op de Efteling? Ja, zeg jij maar. En wat ligt er op de symbolica? Zonnepanelen inderdaad. Dus je ziet ook dat er steeds meer zonnepanelen komen in Nederland en in de rest van de wereld. En dat doen we omdat we de aarde koel willen houden. En daar gaat dit college over. Hoe houden we de aarde koel? En wat kunnen jullie er zelf ook aan doen om de aarde koel te houden? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Het wordt steeds warmer in de wereld. En dat komt omdat er te veel broeikasgassen, zoals CO2, in de lucht zitten. En die worden uitgestoten door bijvoorbeeld kolencentrales die energie maken. Doordat het steeds warmer wordt, gaat ook de zeespiegel stijgen. Krijgen we meer periodes van droogtes, weer afgewisseld door lange periodes van regen, waardoor er ook veel overstromingen komen. Denk aan wat er in Limburg is gebeurd afgelopen zomer. En door deze periodes van grote droogte en daarna ook weer van heel veel regen en overstromingen worden onze planten aangetast, onze bomen en gaan er ook dieren dood. Hier is een filmpje waarin uit wordt gelegd wat het broeikaseffect is. Door de straling van de zon zitten wij er op aarde redelijk behagelijk bij, met een gemiddelde temperatuur van zo'n 12 graden. Gassen als koolstofdioxide, waterdamp en methaan zijn daarbij heel belangrijk. Zij houden de warmte in de atmosfeer, zoals een broeikas de warmte ook binnenhoudt. Dit noemen we dan ook het broeikaseffect. Zonder die gassen zou het op aarde gemiddeld zo'n 18 graden onder nul zijn. Dat is geen broeikas, maar een broeikas. Wij mensen verbruiken nog steeds veel fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en aardgas. Hierdoor komt er heel veel CO2 vrij. Normaal zou dat overschot opgenomen kunnen worden door de bomen, maar die worden ook nog eens door ons gekapt. Hierdoor is in de afgelopen eeuw de temperatuur al met meer dan een halve graad gestegen. Dat is nog best lekker bij een dagje aan zee, maar als de ijskappen gaan smelten, dan wordt het weer een stuk minder plezant op het strand. De opwarming van de aarde zorgt ook voor uitdijende woestijnen, uitslaande bosbranden en uitstervende diersoorten. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moeten we zelf energie besparen. Korter douchen, de verwarming een paar graden lager en lekker de lampen uit. En dan heb je alle gelegenheid om het zelf lekker broeierig te maken. Ja. Dus we zien dat we wel echt een probleem hebben in de wereld en er moet zo snel mogelijk iets aan gebeuren. Maar wat kunnen we hier aan doen? In 2015 hebben allemaal landen in de wereld in Parijs afgesproken dat die landen heel erg hun best gaan doen om veel minder broeikasgassen CO2 uit te stoten. En ze willen veel minder uitstoten om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden wordt en maximaal 2,5 graad. De landen gaan allerlei maatregelen nemen, maar ook wij, mensen, kinderen, iedereen moet eigenlijk zijn best gaan doen om ervoor te zorgen dat er ook echt minder energie wordt gebruikt.
In Nederland hebben we ook afspraken gemaakt. We hebben het klimaatakkoord gesloten. Daarbij zijn allerlei organisaties en bedrijven betrokken en overheden die er hebben afgesproken dat in 2030 minder CO2 wordt uitgestoten dan ten opzichte van 1990. Ze willen 49% minder uitstoten. En in het laatste kabinet van premier Rutte is afgesproken dat het zelfs minder mag, dat het zelfs 55% minder moet zijn. En in 2050 wil Nederland 95% minder CO2 uitstoten. Maar we liggen dus nog niet op schema. Er moet nog veel gebeuren. Waarvoor gebruiken we allemaal energie? Wie kan hier iets over zeggen? Ja, zeg jij het maar. Ja, voor de wasmachine en de vaatwasser en de droger. Ja, filmpjes kijken, de televisie. Je gebruikt het ook om warmte in het huis te brengen, met de verwarming aan te zetten. Ja, ja, de verwarming, hè. Heel veel verwarmingen werken nog op gas. En soms worden we ook verwarmd door elektriciteit. Als je een auto gaat tanken. Tanken, ja, heel goed. De auto tanken met benzine of diesel. En we hebben tegenwoordig ook auto's die op elektriciteit rijden. Jij wilde nog iets zeggen? Er zijn geen foute antwoorden. Warm water, ja. Als je gaat douchen, dat moet ook worden opgewarmd. We hebben al heel veel gehoord. De laatste nog. Koken, ja. Koken is ook een hele goede. Dat kan met gas of het kan met elektriciteit. De laatste. De waterkoker, ja, die werkt ook op elektriciteit. En je ziet ook de lampen, hè? De verlichting werkt ook op elektriciteit. Maar waar komt onze energie nou vandaan? We hebben fossiele energiebronnen en hernieuwbare energiebronnen. En fossiele energiebronnen die ontstaan doordat plantenresten en resten van dieren en mensen en bomen in de aarde terechtkomen en na miljoenen jaren worden dat door allerlei processen, worden dat grondstoffen. En dan denk je aan kool en steenkool en aardgas en aardolie. En deze fossiele bronnen, zoals we ze noemen, die worden ook weer gebruikt om bijvoorbeeld elektriciteit te maken of benzine. En die stoten dus heel veel CO2 uit. We hebben ook hernieuwbare energiebronnen. En dat zijn bronnen die je in de natuur vindt en die altijd aanvulbaar zijn. Denk aan energie van de zon, van wind of van water. Nu mag je je kaarten er weer bij pakken. Waar halen we in Nederland het grootste deel van onze energie vandaan? Is dat uit zon, wind, kernenergie en biomassa of groen? Aardgas, aardolie, steenkool en hernieuwbaar. Ik zie heel veel groen. Jullie hebben goed opgelet. Inderdaad, in Nederland wordt de meeste energie die nog wordt gebruikt, wordt nog opgewekt uit fossiele bronnen. Dus we gebruiken heel veel aardgas en dan aardolie, steenkool en hernieuwbaar. Maar we gaan wel steeds meer hernieuwbare energie opwekken en ook gebruiken. Je ziet op steeds meer plekken zie je windmolens en je ziet zonnepanelen op de daken. En je ziet ook dat er energie uit water wordt gehaald. Dus we zien wel dat het aandeel hernieuwbare energie steeds meer groeit. Welk rijtje bevat hier alleen maar CO2-neutrale energiebronnen? Is dat rood, zon, wind, kernenergie en waterkracht? Of zon, gas, wind en waterkracht. Hier zie ik meerdere kleuren. En het juiste antwoord is rood. Zon, wind, kernenergie en waterkracht. Kernenergie is ook een vorm van energie die CO2-neutraal is. En dat weten misschien veel mensen niet. Want kernenergie is ook soms wel controversieel, omdat het natuurlijk ook afval heeft, hè, radioactief afval. Maar in principe stoot een kerncentrale geen CO2
uit als deze energie opwekt. We zien dus dat we nog veel energie gebruiken die wordt gemaakt op basis van fossiele bronnen. Dus op basis van aardgas en steenkool. En we gebruiken ook nog veel benzine en diesel die ook vanuit aardolie wordt gemaakt. En we moeten een stap gaan maken om die doelen van Parijs te gaan behalen en ook van het klimaatakkoord. En de energietransitie is daar heel belangrijk in. En wat is dat nou? Want het is een moeilijk woord, energietransitie. Mijn kinderen zeggen ook altijd, je hebt het altijd over de energietransitie. Wat is dat? Nou, dat wil dus zeggen dat we in de wereld en in onze samenleving van het gebruik van fossiele bronnen naar hernieuwbare energie moeten gaan. Dus we moeten steeds meer energie gebruiken die door de windmolens wordt opgewekt of door zonnepanelen of die door waterkracht wordt opgewekt. En daar horen ook andere dingen bij die er vroeger niet waren. Steeds meer mensen wekken hun eigen energie op. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld zonnepanelen. En die energie die je zelf opwekt, die kun je zelf ook gebruiken. En je kunt hem ook opslaan. Als je een batterij hebt, kun je je energie opslaan. Of je kunt je auto laden als je een elektrische auto hebt. Met de zonne-energie die door je eigen zonnepanelen wordt opgewekt. En wat ook heel belangrijk is, wat je kunt doen om bij te dragen aan het gebruik van minder energie die door fossiele bronnen wordt opgewekt, is door veel minder energie te gebruiken. Koop hele zuinige koelkasten en wasmachines en drogers. En je kunt ook jezelf heel anders gedragen. Als je 's ochtends je tanden hebt gepoetst en je wil snel naar school gaan, kijk je dan ook altijd even of je alle lichten hebt uitgedaan. En of de verwarming een stukje lager is gezet. Dat zijn al hele belangrijke dingen die je zelf al kunt doen om ervoor te zorgen dat we minder energie gebruiken. Wat is er allemaal nodig? Er moet veel gebeuren. En de Nederlandse overheid heeft ook beleid gemaakt. Ten eerste willen we alle energiecentrales die energie maken op basis van kolen, willen we zoveel mogelijk sluiten. En we willen ook zoveel mogelijk duurzame projecten ontwikkelen. Dus projecten waarbij nieuwe windmolens worden gebouwd, zonnevelden worden gemaakt. Of waarbij bijvoorbeeld op een andere manier huizen worden verwarmd, bijvoorbeeld met aardwarmte. Ook heel belangrijk is dat we alle huizen zoveel mogelijk moeten isoleren. Dus er moet bijvoorbeeld in je dak moet isolatie komen om te zorgen dat je huis warm blijft en dat je minder energie hoeft te gebruiken. Daarvoor is het ook heel belangrijk dat huizen worden gemoderniseerd. Dus dat ze geen kieren hebben en dat ze goede materialen gebruiken. En heel veel woonwijken in Nederland zitten nog op het aardgas. En we willen steeds minder aardgas gebruiken. En zeker nu, omdat het oorlog is in de Oekraïne, die door Rusland is veroorzaakt, willen we veel minder aardgas gebruiken en ook aardgas uit Rusland. Dus we willen veel minder aardgas gebruiken in de woonwijken om onze huizen te verwarmen. En daarvoor wordt er ook naar andere manieren gekeken om je huis te verwarmen. Bijvoorbeeld met een speciale pomp die je huis verwarmt. Een warmtepomp. Of er komt een warmtenetwerk in je buurt waarbij bijvoorbeeld warmte wordt verspreid die uit de bodem wordt opgepompt. Want je hebt ook heel diep in de aarde zit warmte. En die kun je oppompen en in je huizen mee verwarmen. En ook uit oppervlaktewater kun je ook warmte halen. Ik woon vlakbij een riviertje en daar kun je zelfs ook warmte uit afhalen en dat door buizen vervoeren en daarmee voor zorgen dat je huis wordt verwarmd. Ook heel belangrijk is schoner rijden. Minder rijden met diesel en benzine. Pak een keer de trein. Die rijdt op basis van elektriciteit, groene elektriciteit. En gebruik van elektrische auto's. Of ga op de fiets, ga vaker op de fiets. Of wandelend, probeer ook minder benzine en diesel te gebruiken. Dus wij kunnen heel veel doen, maar de regering moet dus ook echt heel erg helpen dat alles wat moet gebeuren, dat dat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Zo moeten er nieuwe wetten en regels komen die het mogelijk maken dat al die zonnepanelen en die windmolens er komen. En er moeten ook subsidies komen, want het is best wel duur om een windmolenpark te bouwen.
of om een warmtenetwerk aan te leggen. Dus de overheid heeft ook regels opgesteld om ervoor te zorgen dat die duurzame projecten extra steun krijgen van de overheid. En we laten ook het gebruik van gas, daar zit ook extra belasting op, om te voorkomen dat we te veel aardgas gebruiken. Dus dat noem je ontmoedigen. Dus het ontmoedigen van het gebruik van aardgas. En wat ook heel belangrijk is, is voorlichting. Uitleggen aan mensen waarom het zo belangrijk is om minder energie te gebruiken en wat schone manieren van energie zijn. En ook hoe je zelf minder energie kunt gebruiken, hoe je je huis zuiniger kunt maken, hoe je ervoor kunt zorgen dat je in je huis veel minder energie gebruikt. En als er dus windmolens of zonneparken in een bepaald gebied komen, is het ook heel belangrijk dat de burgers die daar in de buurt wonen, dat die mee kunnen praten. Waar komen die windmolens? En wat gaan we doen met de opbrengsten van die windmolens? Kunnen we die ook weer gebruiken, bijvoorbeeld om een schoolplein te vergroenen? De afgelopen maanden zijn de aardgasprijzen heel hoog geworden. En dat heeft allerlei redenen. Dat komt omdat we ook minder aardgas uit Groningen willen halen, omdat daar veel aardbevingen waren. Het komt ook door de energietransitie, we willen minder aardgas gebruiken. Maar ook nu, door het conflict in de Oekraïne, door de oorlog, is er ook minder aardgas beschikbaar, omdat we geen aardgas uit Rusland willen kopen. Want daarmee financieren we de oorlog. Dus heel veel mensen hebben te maken met veel hogere energieprijzen. Het kan gaan om honderden euro's per maand. En sommige gezinnen kunnen het gewoon niet meer betalen. Dus de overheid heeft nu ook besloten dat mensen die in de problemen komen door hoge energierekening ook extra steun daarvoor krijgen. En sowieso krijgen we nu allemaal compensatie voor de hoge prijzen voor de benzine en voor het aardgas. Nu ben ik alweer bij mijn laatste slide gekomen. Wat kun je zelf allemaal nog doen? Hebben jullie nog over nagedacht wat je zelf allemaal nog zou kunnen doen om minder energie te gebruiken? Ja, inderdaad. Die kan soms best wat lager, hè? En wat wil jij zeggen? Minder tv te kijken. Ja, dus dan gebruik je minder energie. Dat klopt, minder elektriciteit. Alle lichten uit. Ja, daar ben ik ook heel slecht in. Sowieso gewoon minder water gebruiken tijdens de douche. Heel goed. Minder lang douchen. Het is best verleidelijk om lang onder de douche te blijven slaan, maar dat is niet zo goed voor de natuur. Een warme aankleding. Ja, een warme trui. Er is ook een warme truiendag. Dan zet iedereen de verwarming veel lager en loop je met een warme trui rond in het huis. Ja, lager instellen van de ketel. Lopend of fietsend naar school, dat is ook een hele goeie. Dat is ook heel gezond voor je lichaam. Zonnepanelen gebruiken. Zelf je eigen energie opwekken, ja. Ja? Ja, minder water verspillen. En hier nog een vraag. Elektrisch rijden, ja. Dus niet op benzine en diesel, maar met een auto met een batterij die je kunt opladen. Sorry, ik hoorde het niet goed. Wat zei je? Ja, inderdaad. Een huis wat niet meer op het aardgas zit. Nieuwe huizen mogen ook niet meer op het aardgas van de overheid. Ze hebben besloten dat alle nieuwe huizen op van het aardgas af moeten. Zonnepanelen zetten? Ja, zonnepanelen. Nou, jullie hebben echt superveel ideeën, dus ik ben echt helemaal onder de indruk van jullie. Dus als jullie dat allemaal al een beetje gaan doen en af en toe als papa of mama toch de lamp laten aanstaan, zoals ik dat ook doe, dan zeg je dat gewoon eventjes. Hè? Het is goed dat iedereen ermee bezig is. En nu ben ik natuurlijk ook wel heel benieuwd of jullie nog vragen hebben. Ja, jij hebt nog een vraag.
Er komt een microfoon, want ik hoor dit net niet zo goed. Hoe lang is de klimaatverandering eigenlijk bezig? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat is al wel eigenlijk al begonnen toen we in het begin van 1900 al veel meer industrie kregen. Maar eigenlijk verandert het klimaat altijd. De wereld, daar verandert het klimaat altijd. Alleen nu is het versneld doordat we steeds meer gebruik maken van die fossiele brandstoffen. En dat is al begonnen aan het begin van 1900. En dat is nu, is het echt heel erg geworden. Dus nu moeten we zo snel mogelijk daar iets aan doen. Jij had een vraag? Ja. Wat is duurzamer, een windmolen laten bouwen of zonnepanelen op je dak? Ja, dat vind ik wel een hele goeie. Windmolens zijn wel in staat om veel meer energie op te wekken voor veel meer mensen. Dus die leveren meer op. Maar het is nog steeds heel handig als mensen ook op hun eigen dak een zonnepaneel leggen. Want daarmee kun je eigenlijk je eigen energie opwekken en gebruiken. En dat is ook wel heel, heel handig. Want dan hoeft die elektriciteit ook niet te worden getransporteerd. En kun je het gewoon lokaal gebruiken. Daarachter zit iemand met de gele. Iedereen even aan de beurt laten komen. Hoe lang kan het duren voordat, als iedereen duurzamer gaat leven, hoe lang kan het dan duren voordat, dat de Noordpool niet meer smelt? Ja, ja nou, dat heeft nog wel tijd nodig, maar als we in 2030 al grote stappen nemen, kunnen we het al tegenhouden. En als we zorgen dat we in 2050 CO2-neutraal zijn, dus dat we geen CO2 meer uitstoten, dan kunnen we zorgen dat we onder die 2 graden blijven. En dat is toch nodig om te voorkomen dat de kappen smelten. Dus we hebben nog tijd om dit te doen, maar we moeten wel nu echt alles op alles zetten, want anders is het te laat. Daarachter nog een jongetje met de rode jas. Eigenlijk is een elektrische auto alsnog niet super. Dat werkt. Dat is ook niet heel handig, want er zit iets in een elektrische auto. En als dat dan kapot gaat, dat kan dan heel veel uitstoten. Dus het werkt eigenlijk alsnog niet zo goed. Ja, het is wel zo dat in de accu waar je het over hebt. Daar zitten ook stofjes in die niet zo goed zijn voor het milieu. Dus daar moeten ze inderdaad nog wel beter naar kijken. Maar de voordelen van elektrisch rijden zijn nog wel groter dan de voordelen van rijden op benzine en diesel. Maar je hebt wel gelijk dat, zeg maar, ervoor te zorgen dat het afval van deze accu's, dat goed wordt opgeruimd en dat er niet in de aarde komt, dat heel belangrijk is. Dat is een goede vraag. Ja, dat meisje. Hoeveel bosbranden zijn er al deze eeuw geweest? Sorry, hoeveel? Hoeveel bosbranden zijn er deze eeuw al geweest? Heel veel. Iedere zomer in het nieuws zijn er bosbranden. In Australië en ook in Amerika. En nu ook in Griekenland was het heel erg. En in Cyprus en in Zuid-Italië. Het was op heel veel plekken was het heel erg. Het was ook heel heet. Het was ook overal boven de 40 graden. Voor een hele lange periode. Veel heter dan normaal. Daar zit nog een jongetje. Ja. Wat is, zeg maar, het slechtst voor de natuur van de dingen die wij gebruiken? Van alle brandstoffen? Ja. Nou, ik denk dat kolencentrales zijn wel echt heel slecht. Die stoten ook heel veel gas uit. En nog naast CO2 ook nog allerlei andere stoffen die heel verontreinigend zijn. Meisje? Is het zo als we, zeg maar, dat dit allemaal gaan doen, hebben we dan ook koudere zomers en zo? Of? Ja, het wordt wel minder heet.
En het kan ook alweer iets kouder worden. Want je ziet wel, als we dit gaan doen, zie je ook wel dat de winters zijn nu ook niet zo koud meer. En we hebben bijna niet meer de vorst zoals we die vroeger hadden. Dat we dan ook wel een paar weken echt konden schaatsen. Dat komt steeds minder. En als we de verwarming van de aarde tegengaan, dan kun je uiteindelijk kan het wel weer kouder worden. Dat is ook de bedoeling. Jij. Daarom nog even kijken daar. Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering? Ja, die zijn dus groot. Hè? Je zag het net ook in het filmpje. Je kunt de zeespiegels gaan stijgen omdat de ijskappen smelten. Je kunt hogere temperaturen hebben met hele lange periodes van droogte. En daarna kun je weer, door die droogte kan er weer heel veel, op in één keer weer heel veel regen vallen. En kan het heel hard gaan waaien en stormen. En door die veranderingen in het klimaat kunnen ook planten en dieren uitsterven. Want sommige dieren kunnen niet leven bij een warmere klimaat. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Noordpool of de Zuidpool. Daar zijn de dieren gewend dat het heel koud is. En als het steeds warmer wordt, kunnen ze daar ook niet meer leven. Ik zal hier eens even kijken. Jij. Is het mogelijk om een soort van natuurlijke benzinesoort van te creëren? Ja, daar wordt wel naar gekeken. Dat er op basis van afval van planten bijvoorbeeld en van producten, van afval, dat daar ook inderdaad een soort olie van wordt gemaakt of gassen, groen gas. Dus dat klopt, het wordt wel naar gekeken naar biogas en naar bio-olie. En ook voor vliegtuigen wordt daar ook naar gekeken. Dat er op basis van andere stoffen alternatieven worden gemaakt. Dat klopt, ja. Ja. Wanneer zijn jullie begonnen met het koelhouden van de aarde? Wanneer we daarmee zijn begonnen? Ja. Nou, er zijn wel mensen die daar al veel langer mee bezig zijn, maar de overheden hebben al in de jaren 90 daar al afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld met Kyoto-afspraken. Dus we zijn er al wel een tijdje mee bezig, maar de afspraken waren niet altijd zo streng. En nu moeten ze echt veel strenger worden toegepast ook. Daarachter. Jongetje met de bril, ja. Is elektriciteit slecht voor het klimaat? Nee, elektriciteit hoeft niet slecht te zijn voor het klimaat. Hè. Als je het dus opwekt op basis van zon, dan in principe is er geen schadelijke uitstoot. Dus het hoeft niet slecht te zijn voor het klimaat, maar het kan wel slecht zijn voor het klimaat als het op basis van fossiele bronnen wordt opgewekt. Daarachter is een meisje nog. Ja, er zijn echt veel. Hoe lang duurt het tot aardgassen en olie weg zijn, denk je? Tot er dus geen opwarming meer is? Maar die aardolie en die aardgas, dat blijft wel in de aarde zitten. Hè? Want dat gebeurt ook door natuurlijke processen. Dus die zullen er altijd wel zijn. Maar als je dat blijft gebruiken, zal de aarde op een gegeven moment helemaal uitgeput zijn. En zal je ook die enorme klimaatverandering hebben, wat dus echt tot hele grote problemen gaat leiden. Hè? Dus dan krijg je totaal andere natuur. En ook bijvoorbeeld wordt het veel moeilijker ook om gewassen te beplanten. En krijgen we problemen om voedsel te maken. Dat is ook een heel belangrijk gevolg van klimaatverandering. Dat het steeds moeilijker wordt om landbouw te voeren. En om gewassen en fruit en groenten te telen en te oogsten. Er zit een jongetje naast je. Kan de mensheid uitsterven door de klimaatverandering? Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar ik denk dat zou kunnen. Dat zou kunnen als het echt te heet gaat worden. En dan hebben we geen voedsel meer. Ja, dan hebben we ook te weinig. En de bevolking blijft groeien, hebben we te weinig voedsel om de monden te voeden. He, dus het is wel echt een probleem. Jullie hebben wel een hele goede vraag hoor. Jullie denken er echt heel goed over na. Daarachter nog een meisje met een groene trui. Is het,
Is het duurzamer om je huis te verwarmen met een houtkachel? Ja, dat is ook een goede vraag. Het verbranden van hout kan ook wel weer wat CO2 uitstoten. Dus het is wel beter dan op nu moment dan om elektriciteit op basis van kolen te gebruiken. Maar het kan ook nog steeds wel uitstoot geven. Meisje hier. Ja. Hoe komt het dat de afgelopen tijd zoveel heeft gestormd? Ja, dat komt dus ook door die klimaatverandering. Hè. Dus je krijgt periodes van droogte en op een gegeven moment dan gaan die wolken groter worden en dan worden ze heel groot en gaan ze tegen elkaar aan botsen en krijg je enorme luchtstromen daardoor en gaat het heel erg stormen. En dat is ook een gevolg van de klimaatverandering. Jij, wil jij een vraag stellen? Weet u hoeveel woonwijken er in Nederland al duurzamer gaan doen om door het huis te verbouwen tot in plaats van met gas koken, energie en zo? Ja, nou, dat zijn vooral ook veel nieuwe wijken, dus nieuwbouwwijken die inderdaad niet meer op het aardgas zitten en duurzame elektriciteit gebruiken. Hoeveel er precies zijn, dat weet ik niet. Het zijn er al wel steeds meer, maar we hebben nog meer wijken die nog wel op het aardgas zitten. Ja, dat meisje daar, die zit ook al heel lang met haar vinger omhoog, volgens mij. Wat is het minst schadelijkste voor het klimaatverandering? Het minst schadelijkste? Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Het leidt wel tot heel veel schade aan de natuur en we kunnen minder. En leidt dat tot gezondheidsproblemen, want de lucht ook wordt ook minder gezond. Het enige is wat je misschien af en toe nu denkt, ook het is wel lekker dat de winter niet zo koud is of dat het in de zomer ook warmer is. Dat zou je misschien als een voordeel kunnen zien. Maar ja, dat is korte termijn, want op de lange termijn is het niet goed voor ons. Daarachter is nog een meisje met een. Wat gebeurt er als we zeg maar niks aan blijven doen? Dus als we niks. Als we niks doen? Ja. Wat gebeurt dan zeg maar met de wereld? Ja, dan gaat het wel heel erg veranderen in deze wereld. Dan krijg je totaal andere een ander klimaat, andere bomen, planten, dieren, niet genoeg voedsel. Dan gaat het er helemaal anders uitzien. En dan weten we ook niet hoeveel mensen hier nog kunnen wonen. Omdat er ja, geen voedsel meer is, omdat dieren doodgaan. Ik zie daar iemand met een kruk omhoog. Die wil denk ik ook graag een vraag stellen. Wie van jullie wil een vraag stellen? Als je windmolens bouwt, dan heb je toch evenveel uitstoot als aan het maken dan dat een windmolen iets van een jaar lang draait of zo. Nou, een windmolen heeft. En is ook in hoeveel jaar wordt dat gecompenseerd? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Maar ik denk dat je bedoelt dat ook bij het maken van een windmolen misschien wel CO2 wordt uitgestoten. Bedoel je dat? Ja. Nou, in principe is het toch veel zuiniger en beter voor het milieu dat energie op die bronnen wordt, met die bronnen wordt. Energie op basis van wind wordt opgewekt dan op basis van de fossiele bronnen. Er zit een meisje met een gele trui voor dat jongetje. Wat is beter? Je huis verwarmen via verwarming en zonnepanelen of via een pelletkachel? Ja, dat kan ik, zou ik niet kunnen zeggen. Maar ik denk, pelletkachel is ook een alternatief. Die stoten ook minder uit, die pellets. Maar ik denk dat het afhangt hoe het zit in je huis. En je kunt ook energiecoaches laten komen in je huis die kijken wat voor jouw huis de beste oplossing is. Een meisje die dan voorzit? Ja, dat ben ik te vergeten. Ja. Probeer het zo door. Daarachter zitten nog een paar kinderen die zijn nog niet. Heb je een vraag? Ja. Vraag me
maar. Kan het zo zijn dat wij hier straks ook overstromen? Ja. Ja, maar jij denkt... Jij lacht er wel om, maar ja, het kan wel, hè. Weet je, dat is dat alle gemeentes, die hebben ook een stresstest gedaan. En daar blijkt dat er best wel veel plekken kunnen overstromen. Ook hier in de omgeving van Tilburg. In Limburg hebben we het natuurlijk al gehad, hè. In Limburg zijn afgelopen zomer al overstromingen geweest. Dus het is niet dat het... Ja, dat het geen echt verhaal is. Het kan echt gebeuren. De jongetje daarnaast? Ja, ik wilde vragen, als we zo nog 15 jaar bijvoorbeeld door blijven gaan met deze verwarming van de aarde, is het dan mogelijk dat heel Nederland kan overstromen? Dus delen wel. Als we zo doorgaan, gaan delen van Nederland wel overstromen. Ja, de lagere delen. Ja. Het zijn nu al het probleem, hè, dat de dijken op sommige plekken niet meer sterk genoeg zijn. Dus dat kan zeker, ja. Je had ook een vraag hier. Oh, jij komt zo aan de beurt. Deze jongen heeft een heel toepasselijk t-shirt aan. Over de aarde. Mooi. Ga maar staan. Zo. Heel mooi. Echte dino. Hoeveel ijsbergen en gletsjers zijn er eigenlijk al gesmolten? Sorry, ik verstond het niet goed, de vraag. Hoeveel ijsbergen en gletsjers zijn er al gesmolten? Dat kan ik zo niet zeggen, maar er zijn al wel veel gletsjers die aan het smelten zijn, inderdaad. En ijsbergen. Jij hebt ook een vraag? Ja. Ik? Wat gebeurt er als het na 2050 nog zo doorgaat? Ja, dan denk ik dat we wel echt die overstromingen gaan krijgen. En dat we ook grote periodes van droogte krijgen. En dat het veel moeilijker wordt om eten te vinden. Dus dat is wel een ernstig scenario. En op sommige plekken zal het zo heet zijn dat mensen daar ook niet meer kunnen leven. Dat jongetje met die groene... Wordt er hier veel energie... Nee, ik bedoel gas verbruikt. In Nederland? Nee, hier op de school. De universiteit? Dat vind ik ook een goede vraag. Misschien moet je die ook aan de voorzitter van de universiteit vragen... Maar wij zijn nog niet wij zijn nog op aardgas. Dus dat moet ook nog beter, ja. Oh ja. Dus? Nou, dat is een hele goede vraag. Maar het geldt ook, er zijn allerlei regels dat ook... Allerlei overheidsinstellingen en gebouwen. Dit zijn natuurlijk oude gebouwen. En de overheid heeft nu allemaal regels bedacht dat ook deze gebouwen allemaal zoveel mogelijk van het aardgas af moeten. Dus dat klopt, maar dat heeft ook tijd nodig. Jij had een vraag? Zou er nog een waternoodramp kunnen komen? Nou, we hadden het eigenlijk ook een kleine watersnoodramp in deze... In de zomer in Limburg. Dus ja, als het zeespiegel blijft stijgen, is voor Nederland wel een hele grote uitdaging. Omdat wij natuurlijk toch een land zijn wat laag ligt. En met de hoge zeespiegel, die stijgt. En we hebben het altijd goed onder controle kunnen houden met onze dijken. Maar dat vereist wel heel veel aandacht en heel veel investeringen. En we moeten eigenlijk voorkomen dat we tegen kunnen gaan. Daarachter zit nog een meisje. Jullie proberen nou eigenlijk wel dat tegen te gaan, maar jullie hebben alleen in deze ruimte ook al superveel lampen. Ja. Nou, jullie mogen wel... Ik vind dat hele goede opmerkingen. Ik zal het doorgeven aan de baas van de universiteit.
dat hij dat moet veranderen. Zijn er al dieren uitgestorven door de verwarming van de aarde? Ja, ik denk wel dat er op sommige plekken bepaalde dieren het heel moeilijk hebben. En bijvoorbeeld in Nederland, we zien al veel minder bijen. Hè, en vlinders zien we al veel minder. Dus je ziet wel echt de invloed van klimaatverandering. En sommige dieren komen ook opeens in de Noordzee zwemmen, terwijl ze er eigenlijk niet horen. En dan komen ze in de problemen. Dus je ziet wel dat de hele natuur eigenlijk van slag is. He, dus dat er soms een walvis komt of een dolfijn die er eigenlijk helemaal niet hoort. Dus de natuur is wel echt van slag. Jij had ook nog een vraag. Jongetje met de zwarte trui. Als alleen een paar landen alleen klimaatverandering tegengaan, maar niet die andere landen, dan gaat de Noordpool toch nog steeds smelten? Ja, ja, dat is een probleem, hè, want sommige landen willen dat eigenlijk willen dat niet zo goed toepassen als andere landen. Maar gelukkig zijn er wel steeds meer landen die daar echt die klimaatverandering willen tegengaan. De afspraken worden ook strenger. En de landen die niet mee willen doen, komen misschien ook wel in de problemen. Omdat in Europa en willen bijvoorbeeld een extra belasting opleggen voor producten uit landen die met fossiele energie worden gemaakt. En nu ook door de hele crisis in Rusland is ook wel steeds meer een besef in heel veel landen dat je zo snel mogelijk moet overschakelen op duurzame energie. Omdat je ook niet afhankelijk wil zijn van landen die oorlog maken. En, dus dat zijn twee dingen. Het is enerzijds, we willen een schoner milieu. En het tweede is, we willen ook niet afhankelijk zijn van landen die fossiele energie hebben. Heb jij ook een vraag? Maar kan het dan ook uiteindelijk zijn dat Nederland een woestijn wordt of zo? Of dat Nederland juist heel koud wordt? Ja, dat zijn meerdere scenario's. Hè. De klimaat verandert altijd. We hebben ook ooit een ijstijd gehad en ook de dinosaurussen, die zijn er ook niet meer. Dus het verandert steeds, de tijden en de omgeving en de natuur. En het kan wel zo zijn dat Nederland steeds droger wordt. Maar of het echt een woestijn wordt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel steeds droger. En de woestijn, de Sahara, hè, dus Noord-Afrika, die wordt groter. Hè. En je ziet ook dat Zuid-Europa nu echt al te maken heeft met een woestijn. Met woestijntemperaturen. En met branden, waardoor alles plat wordt gebrand. Jij had ook een vraag. Ik had een vraag over, zeg maar, ze zeggen dat er een beschermlaag om de aarde in zit. En door klimaatverandering begint die laag kapot te gaan. En dat daardoor, zeg maar, de aarde veel heter wordt. Zou er dan een mogelijkheid zijn dat de aarde ontploft? Dat denk ik niet. Het gaat om met name ook, we hadden ook een gat inderdaad in de ozonlaag. En dat is minder geworden, omdat we minder stofjes gebruiken die in spuitbussen zitten. Dus daar hebben we regels voor gehad om te zorgen dat we dat minder gebruiken. Maar hier gaat het ook meer om de CO2-gassen die in de dampkring blijven hangen. Waardoor de aarde niet meer kan afkoelen. En er zijn te weinig bomen om die CO2 ook weer op te nemen. Je had ook een vraag. Hier, jongetje daarnaast. Het is misschien een beetje een rare vraag, maar stel je voor dat de aarde, dat wij niet meer op deze aarde kunnen leven, dat wij uiteindelijk op een andere planeet gaan wonen. Ja. Nou, dat is een beetje science fiction, hè? Dat kan ooit. Dat kan ooit gebeuren. Er zijn nu ook net zoals ook science fiction verhalen over robots. En we hebben nu ook volgende keer een college op de kinderuniversiteit over robots die steeds meer gaan doen in de wereld. Dus ja, dat kan best gebeuren. Hè, er zijn ook films over overstromingen en grote branden. En uiteindelijk komen heel veel dingen van die dingen uit. Dus ik sluit het niet uit. Maar als we er nou voor zorgen dat we dat niet hoeven en dat we hier kunnen blijven, zou het toch wel fijner zijn, denk je niet? Ja. Okay. Daar nog een meisje. We kunnen nog twee vragen doen nu. Als het heel hard regent en het
is heel warm. Wat gebeurt er dan? Als het heel hard regent is en het is heel warm, nou dan krijg je ook vaak onweer en je krijgt veel windstromen en storm. En als het dan geregend heeft en het blijft warm, dan gaat het natuurlijk ook op een gegeven moment gaat weer al die vocht gaat weer in de lucht zitten. En op een gegeven moment krijg je weer allerlei luchtstromen. Dus dan krijg je weer opnieuw allerlei stormen en hoosbuien. Ja, dus nog een vraag. Even kijken, wie heb ik nog niet gehad? Ben ik nog iemand vergeten? Oké, de jongen met een sticker op zijn hoofd. Hoe en wie is erachter gekomen dat toch CO2 de aarde opwarmt? Ja, dat zijn toch wel echt ook wetenschappers. Er zijn heel veel wetenschappers die aan klimaatverandering werken. En die zijn er al heel lang. Er zijn al mensen die in de jaren 70 al zeiden, het gaat niet goed, de Club van Rome. En daar waren ook allerlei wetenschappers bij betrokken. Dus het is wel heel belangrijk dat er ook heel veel mensen in de wetenschap gaan werken op de universiteit. Want die gaan al heel vaak dingen onderzoeken en die zien al dat er bepaalde problemen aankomen. Dus dan kost vaak heel veel tijd om dat goed uit te zoeken. Ja. Dit was het laatste. Dit was de laatste vraag. Nou, ik vond. En jullie mogen, yes. Jullie mogen ook een applaus voor jezelf geven, want je hebt heel goed opgelet. Ja, jongens, goed gedaan. En Saskia, wat fijn om te mogen leren hoe je eigenlijk met kleine aanpassingen in je dagelijkse gewoontes zelf al zoveel impact kan maken op het klimaat. Positieve impact. Dus ja, dankjewel hiervoor. Nog één keer een heel hard applaus voor Saskia, jongens. Ja, wat mooi. Dankjewel, mooie bloemen. Ja, en dit was het voor vandaag, de Kinderuniversiteit. Jullie kunnen, als jullie naar buiten lopen, bij de uitgang allemaal een hele mooie certificaat krijgen. Dus hopelijk hebben jullie naar je zin gehad.